Vandaag ga ik jou laten zien hoe jij deze onderzetter zelf kan maken van karton en duct tape. En ik heb het dus gemaakt van glow-in-the-dark duct tape. Dus dat ziet er wel heel erg mooi uit in het donker, zoals je hier kan zien. Nou, dit is hem dan. En dit ga ik jou dus laten zien hoe jij je zelf kan maken met karton en met duct tape. Om te beginnen, ik heb een Batman onderzetter vorm eigenlijk gemaakt met een Batman teken. Ik zal dit op mijn website zetten met een linkje die ik hierboven plaats, zodat je naar mijn website toe kan gaan. En dan kan jij dit zelf ook gewoon printen en uitknippen als jij dus deze onderzetter ook zelf wil maken. Nou, ik heb hem dus hier al uitgeknipt. Wat je dan doet is een stukje karton pakken. En dan ga je hem erop leggen en dan ga je hem dus overtrekken en daarna uitknippen. Nou, ik heb hem hier al overgetrokken en dan ga ik hem nu uitknippen. Ik heb hem uitgeknipt en dan ga ik nu met Glow in the Dark, dus dit is een rol duct tape. Je kunt ook zien van de merk duct tape Glow in the Dark. Dat heb ik in een hobbywinkel gekocht. Op zich is het wel een prijzige rol hoor. Als ik het even uit mijn hoofd zeg, denk ik dat ik 12 euro heb betaald voor de rol. En nou, hoeveel zal erop zitten? Hier zit niet echt heel veel op qua meters. Dus hier moet ik het mee doen. Nou, dan ga ik hem nu beplakken. Ik heb hier een stukje glow in the dark tape. En dat ga ik er dan opplakken. Even goed kijken. Zo. Ja, goed genoeg. Wat ik dus nu ga doen is in stukjes snijden. Of in stukjes knippen. Ik ga eerst even hier dit randje er zo afknippen om hem hier wat boller te maken. Ik zet even opzij. Dit gaat ook even een stukje eraf. Oké, en nou ga ik dus dit in reepjes knippen. Zo, nou, ik maak hem straks af, maar ik laat je even vast zien waarom ik het in reepjes knip. En dat doe ik om dit zo naar binnen te kunnen vouwen. En dan kan ik dit dus ook, de zijkant kan dan dus ook heel mooi verpakt worden met duct tape dan. Kijk, door het dus in reepjes te knippen, kan ik het op een mooiere wijze en op een nettere wijze helemaal naar binnen plakken. Nou, dan ga ik dus nu even de rest allemaal in reepjes knippen en ook zo naar binnen plakken. Zo, kijk, nou, dan heb ik hem dus al helemaal netjes beplakt. Nu ga ik dus de rest ook knippen en dan beplakken met Glow in the Dark. En ik ga dus steeds in reepjes knippen, zodat ik het mooi netjes naar binnen kan vouwen. Zodat ik hem helemaal mooi netjes beplakt heb. Ik heb hem helemaal beplakt en aan de achterkant netjes geknipt steeds en beplakt. Dan ga ik nu de achterkant doen. Ik ga de achterkant beplakken met zwarte duct tape. Dan heb ik hem helemaal beplakt, dus het wordt de achterkant. En dan ga ik nu mijn Batman logo uitknippen en dan plak ik dit op zwarte duct tape. Ik heb het uitgeknipt en ik heb het op een stukje zwarte duct tape geplakt. En dan ga ik dit nu uitknippen, alleen ga ik een klein randje laten. Dus ik ga niet precies op het zwarte eruit knippen, maar ik ga gewoon een klein stukje eromheen knippen. Kijk, zoals je hier kan zien. Ik ga even een heel klein stukje voor je doen. Zie je dat? Ik laat dus zo een klein randje vrij, want dat wordt dan mijn plakrandje, zodat ik hem makkelijk op de onderzetter kan plakken. Er zijn dus twee manieren waarop je dit kan doen. Je kan het inderdaad steeds dus een stukje hier printen, uitknippen en dan op zwart plakken. En dan met een klein randje eromheen uitknippen. Of
Ik heb een andere heb ik alvast geprint en uitgeknipt. En ik heb hem aan beide kanten beplakt met duct tape. Ik kan dit dus nu op zo'n strookje duct tape plakken. En dan kan ik hem wel heel netjes eromheen knippen. Dan hoef ik geen randje vrij te laten. Want ik kan hem daarna er gewoon heel voorzichtig eraf trekken en dan gewoon zo opplakken. Dus je moet even kiezen wat je liever doet. Of je knipt hem uit en gaat dan met een klein randje eromheen knippen, zodat dat randje hier straks op kan plakken. Of je maakt alvast een voorbeeldje voor jezelf met duct tape. Dat plak je dan op een stukje duct tape, knip je uit en dat kan je er dan van aftrekken. Dit kan je dus hier niet meer van papier aftrekken, want duct tape plakt heel goed vast aan papier. Dat krijg je dan niet meer los. Maar als je duct tape op duct tape plakt, kan je het er wel heel voorzichtig aftrekken en dan alsnog hier opplakken. Nou, ik ga dit nu verder uitknippen en dan ga ik je laten zien hoe ik dat er dan opplak. Kijk, ik heb hem helemaal uitgeknipt. Hier kan je zien als ik hem omhoog hou dat ik dus netjes eromheen heb geknipt om een randje te bewaren. Dit is dus nu mijn plakrandje en dit ga ik dan nu hier opplakken. Zo. En dan is mijn onderzetter is dan dus klaar, mijn Batman onderzetter. Ik hoop dat ik jou goed heb kunnen laten zien hoe jij zelf een hele mooie Batman onderzetter kan maken van Glow in the Dark. Vind jij dit filmpje handig? Geef het dan een like. Wil jij meer ideetjes hoe jij met duct tape kan knutselen? Abonneer dan mijn YouTube kanaal. Je kan ook een kijkje nemen op mijn website www.jufjannie.nl.